En we zijn aangekomen op onze volgende bestemming. Het laatste eiland van deze trip. Het eiland Wis. We zijn nu even aan het lopen naar ons appartementje. Het was heel makkelijk. Het eiland is super klein. Dus hier kan je echt lekker over en toe wandelen. Dat is ook wel weer fijn, hè? Geen logistieke problemen. Dus ik ben benieuwd. We zijn hier beide nooit geweest. Dus het is voor ons ook echt een verrassing wat we hier... We zijn allebei erg excited. Ja. Het wordt Lola. Superleuk restaurantje. Ik zal die even mee naar binnen nemen. Weet je al wat we gaan kiezen, Mara? Nee, ik weet het nog niet. Ik denk dat we moeten gaan voor de shrimp sticketje. De kutterfish kit en de cheese tatufata en parmesan. Dit is erg lekker. Ziet er echt lekker uit, hoor. Smaakt ook lekker. Zeker een aanrader. Gaan. Het is 6:30, een beetje vroeg. Maar ik was wel wakker. Ik heb even warme croissantjes gehaald. Ik kwam echt net uit de oven. Ga ik even naar Selena brengen. Een bijtje op bed. Dit is onze leuke Airbnb. Midden in het centrum van Wis. Woonkamertje, badkamertje, keukentje en slaapkamertje. Voor deze Airbnb betalen we, even nadenken hoor, volgens mij 55 euro per nacht, 60 euro per nacht. Wel last minute booking, dus dat is vaak wel iets goedkoper. Van mijn grind weg. We gaan even verder lopen. Deze weg, ja, iedereen heeft hier eigenlijk boven geparkeerd. En deze weg ziet er niet heel chill uit. We lopen eventjes naar het strand. De zee is al in zicht, dus het zal niet ver zijn. En als... Stom ding. Beloning krijgen, mogen we een duik nemen. Dus het komt allemaal wel goed. We zijn net aangekomen bij het eerste strand. Stondjetje. We zijn erg benieuwd hoe het eerste strand hier op Wis eruit ziet. Nou, we gaan jullie alles laten zien. Eerst nog even lekker een stukje wandelen. Ja. Het is erg warm. Ja, het is echt... Ik voel de zon echt branden op mijn schouders. Ja, ik zie lekker... Zie, het is ook... zelfs lopen is gevaarlijk hier. Stontjitja Beach. Zo, we zijn niet gaan zwemmen hier bij dit strand. Ik vond het niet super mooi. We hebben al mooiere stranden gezien eigenlijk. Ja, we zijn benieuwd naar de rest. Het is veel mooier. Waarschijnlijk zijn de rest gewoon veel mooier. En dan is het gewoon veel leuker om daar even een duik te nemen. Dus let's see. Thank you.
Links of rechts, Romana? Ik denk rechtdoor. Dit is dat? Ja. Tijd voor een duik. We zijn nu bij Srebrena Beach. Ligt vlak naast Stinipa, het bekendste en mooiste strand van Wis. Daar gaan we zo meteen even heen, maar eerst even een kleine break hier op het strand. Lekker zwemmen, afkoelen en dan weer door. Het is echt zo warm vandaag. Het is niet te doen. Je kan eigenlijk vandaag niks anders doen dan een beetje strand roepen. Het is echt te warm. Niet te veel lopen. Nee. Bij waken zijn. Super lekker. Beach. Het is het strand van het eiland Vis. Een van de mooiste stranden van Kroatië. Zeggen ze. Dat ook echt zo is, gaan we zo zien. Net als bij bijna elk ander strand hier, moeten we ook hier even een stukje gaan wandelen naar beneden. Dus ja, dat gaan we maar doen. Je mag er niet wassen. Dat gaan we dan ook maar niet doen. En betreden op eigen risico. Nou, ik ben benieuwd. Betreden op eigen risico. Dat begrijp ik wel. Het is niet de allermakkelijkste weg. De baai is al in zicht. Zo mooi, hè? Ja hoor, we zijn er. We hebben het gehaald. Hoe chill is dit? Wat Wis zo'n fijn eiland maakt, is dat je echt overal zo bent. Wij zijn vandaag begonnen in Wis stad. En in 15 minuutjes scooten we er wel naar het eerste strand, Stončica. En ook naar het volgende strand, Srebrena, was het maar 15 minuutjes rijden. En Stiniva ligt 7 kilometer verderop, dus daar waren we ook in een paar minuten. We hebben dus nog genoeg tijd over voor één laatste bestemming.
En dat is Komica, de tweede grootste stad van het eiland Wis. Helaas is het nadat we in Komica zijn geweest, weer tijd om terug te rijden naar Wisstad. Wel gaan we daar echt op een prachtige plek eten. Het is tenslotte onze laatste avond van deze trip, dus die moeten we even goed gaan afsluiten. Andere sfeer hangt hier. Het zijn een beetje gekjes eigenlijk. Hoe komt dat dan? Ja, ik heb gehoord dat er toen die tijd heel veel incest was, omdat ze allemaal afgelegen lagen. Ja, ze waren een beetje afgezonderd van, ja, de rest, van de rest van de bewoonde wereld. Ja, precies. Dus, en toen, dat zal je wel zien als je hier aankomt. Ja, het is een heel ander type mens, hè? Ja, heel anders. Heel ander sfeertje. Het is wel echt. Vis was ook meer het rijke gedeelte, de rijke stad van het eiland. En dit is echt een oud vissersdorpje. Afgelegen oud vissersdorpje. Hele mooie gebouwen, maar het is. Ja. De mensen zijn wat anders, ja, hè? Ja, het is. Je krijgt er een beetje de kriebels van, of niet? Ja, dat sowieso. Ja. Dus laten we maar doorgaan naar Wis. Ja, terug naar onze hometown, hè? Zo, we zijn nu bij Fort George aangekomen. Vanaf hier schijn je echt prachtige zonsondergang te hebben. Dus dat gaan we even checken. Onze laatste avond. We zitten nu bij Fort George. Een hele mooie plek met een super mooi uitzicht. Ja, gaan we even ons tripje afsluiten. Het eiland hoppen over de drie eilanden. Morgen om 7 uur moet alweer de veerboot terug hebben naar Split. Dus we mogen het niet te laat maken vanavond. Maar we gaan hier nog wel even genieten van deze mooie zonsondergang. En zo meteen nog even wat lekkers eten. Wat eten we vandaag? We eten een shrimp risotto. Een gnocchi ook met shrimps. En we hebben van tevoren hebben we een olijftappenade gekregen. En wat vers brood. Lekker. Lekker. En wat is dat drankje wat je erachter hebt? Een kwastje. Nee, die daarna. De laatste zonsondergang. Voordat we de vis gaan verlaten. Always.
20 minuten. Ja, dus even één ontbijtje om deze reis echt af te sluiten. En dan stappen we weer in de auto op weg naar huis. En dan was dit ons tripje langs de eilanden Braj, Gwar en Wis. Doei!